In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het gas af zijn. Dat is een van de doelstellingen in het Nederlands Klimaatakkoord. Bij nieuwbouw wordt in principe al geen gasaansluiting meer aangelegd. Maar de grote uitdaging is natuurlijk de omschakeling van bestaande woningen naar aardgasvrij. De Oranjewijk en het douchekwartier West in Leiderdorp moeten op de schop in verband met de vervanging van de riolering en de gasleidingen. In combinatie met de plannen voor de warmterotonde, een pijplijnnetwerk dat restwarmte uit het Rotterdamse havengebied via Leiderdorp naar Leiden moet gaan transporteren, biedt dat een unieke gelegenheid om in de komende jaren de overstap naar aardgasloos daadwerkelijk te maken. In 2018 is de gemeente gestart met een project om samen met de bewoners te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de energietransitie in de wijk. Is er genoeg draagvlak voor de overstap naar een alternatieve warmtebron? Wat voor aanpassingen zijn er nodig in en buiten de huizen en wie gaat dat betalen? In de serie Van het Gas Af volgen het Leiderdorps Weekblad en Unity.nu via een reeks krantenrubrieken en minidocumentaires hoe de Oranjewijk op weg gaat naar een gasvrije toekomst. Het kwam als een ijskoude douche voor duurzaamheidswethouder Rick van Woudenberg. Vrijdag 23 oktober hoorde hij dat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken de Leiderdorpse aanvraag voor een subsidie om een hoogtemperatuur warmtenet in een deel van de Oranjewijk aan te leggen heeft afgewezen. De subsidie was aangevraagd in het kader van de tweede ronde, proeftuinen aardgasvrije wijken. Dat warmtenet was cruciaal onderdeel van het project om in Leiderdorp 450 woningen van het gas af te krijgen. Zonder de subsidie lukt het niet om het financiële plaatje rond te krijgen. Dat betekent dat de plannen om de Oranjewijk als eerste Leiderdorpse wijk aardgasvrij te maken in de ijskast gaan. Ja, als ik niet netjes opgevoed zou zijn, zou ik gaan vloeken misschien. Ik baal als een stekker. Er is natuurlijk de afgelopen jaren hard gewerkt. We hebben met de Oranjewerkgroep een heel mooi traject gehad. En dat was ook een van onze speerpunten in onze aanvraag. En je gaat er eigenlijk vanuit dat participatietraject voor mij een schoolvoorbeeld is hoe het moet. En dan dat je het dan niet krijgt. Ik moet zeggen, ik mag het misschien niet zeggen, maar ik hoor dat vlak voor het weekend. En ik heb dat hele weekend wel slecht slapen. Dat doe ik niet zo heel gauw. Maar ik heb er wel een paar keer over na zitten denken, wat hebben we fout gedaan? En als ik dan de motivatie zie, dan vraag ik me ook af, wat hebben we fout gedaan? De gemeente had niet verwacht dat de subsidie niet zou lukken. Tot ik afgelopen vrijdag het bericht kreeg dat we het niet zouden gaan krijgen, dat het maanden bekend zou worden, was ik echt wel dat ik dacht van, ik zag het gewoon zitten. Omdat we hadden zo'n mooie propositie met de samenspraak met de werkgroep en de wijk. Dat je denkt van andere gemeenten kunnen daar wat van leren. Dus waarom zouden ze het ons niet geven? Complimenten voor de aanvraag, maar het bleek niet genoeg. Probleem zit hem vooral in een hoogtemperatuur warmtenet. Die hadden ze al genoeg gehad in de eerste subsidieronde. Ja, dat blijkt natuurlijk ook een beetje uit de toekenning die, als je ziet waar zijn de meeste projecten toegekend. Als je in die lijst van voor mij 19 projecten die toegekend zijn, dan zijn het grotendeels middentemperatuur projecten. Er zit er nog eentje hoogtemperatuur bij en die zit in Rotterdam. En de rest is eigenlijk allemaal middentemperatuur of een andere innovatie. En hoogtemperatuur is in de eerste fase natuurlijk bij de eerste toekenningen heel veel in bod gekomen. Maar ja, we hebben hier natuurlijk wel een unieke propositie als het gaat ook om restwarmte uit Rotterdam. Hè. Dus het is niet alleen maar hoogtemperatuur warmtenet, maar het is ook nog een keer met restwarmte. De wethouder baalt ervan dat het niet duidelijk was dat een hoogtemperatuur warmtenet eigenlijk geen kans maakte. Ik had dat graag van tevoren geweten, want we hebben daar natuurlijk heel veel energie in gestopt, ook met adviesbureaus, om een mooie aanbieding te doen. En als je dan van tevoren weet dat hoogtemperatuur niet aan bod komt, dan had je ook die partijen ertoe voor uit te nodigen, denk ik. En dat is wel een beetje jammer, denk ik. Zuur eigenlijk is het goede woord. Dan de vraag, hoe nu verder? Ja, dat is ook een vraag die we met de werkgroep gaan bespreken natuurlijk. Hè? Want participatie is een belangrijk onderdeel van het hele project. Dus we gaan met de werkgroep in gesprek om te kijken wat gaan we verder? Wat willen we verder met elkaar? Voor de wijk zelf betekent dat gewoon dat we de rioleringswerkzaamheden gaan opstarten. We gaan het projectplan verder uitwerken. En we gaan ervoor zorgen dat in de ondergrond dusdanige maatregelen genomen worden dat een eventueel warmtenet in de toekomst kan worden aangelegd. Maar we gaan ook kijken naar de elektriciteitsverbindingen die er zijn, hè, de kabels die er lopen. Want als we toch meer naar elektrificering gaan, ook in de Oranjewijk,
dan moet je ook qua bekabeling je elektriciteit net erop op inrichten. Dus we gaan echt wat breder kijken naar hoe we in de ondergrond alle mogelijkheden die er zijn gaan plaatsen. De deur blijft wel op een kier staan naar een aansluiting op de warmterotonde vanuit Rotterdam. Ja, als de restwarmte uit Rotterdam deze kant opkomt en die leiding die loopt als het ware langs de wijk, hè, of door de wijk heen. Want hij komt waarschijnlijk langs de snelweg te lopen. Of hij steekt over hier bij het zwembad daar, met het aqueduct. Dan is hij fysiek aanwezig in de wijk. Dan zou je toch, als er ook landelijk meer duidelijkheid wordt hoe snel we van het aardgas af moeten, dan zal er ooit een keer de vraag komen, zouden we toch niet kijken of die wijk aan kunnen sluiten? Dan komt die vraag zeker weer aan de orde. Het project heeft al wat geld gekost, maar hoeveel is niet precies duidelijk. Daar ben ik misschien nog wat te kort voor bij de gemeente. Maar ik denk dat het de investering wel waard is, want we hebben als gemeente er erg veel van geleerd. Hè. Participatie gaat met vallen en opstaan, hè, zo'n gesprek. Ook de berekeningen maken van wat zou het kosten om in de wijk dat te realiseren. Hè? Wat zijn de aansluitkosten? En het geeft je wel als gemeente inzicht in de problematiek. Wat speelt er? Je leert van participatie wanneer het schuurt en wanneer het botst. Daar leer je van. Dus het heeft geld gekost. Maar ik denk dat we er ook veel aan gehad hebben als gemeente. En dat we dat ook gebruiken naar de toekomst toe voor nieuwe participatietrajecten die we gaan lopen. Nu moeten volgend jaar, in 2021, de gemeenten hun plannen voor de energietransitie per wijk klaar hebben. De warmtevisies. En dus ook in de Oranjewijk. Nou ja, ik denk dat daar nog steeds in zal komen. Maar dat is een inschatting die ik maak. Want ik heb hem nog niet gezien. Ook het concept nog niet. Maar ik verwacht dat daar warmtenetten nog steeds het meest gunstige zijn voor de Oranjewijk. Als oplossing. Maar er zal daarnaast ook wel een second best en misschien wel een third best daarnaast komen te staan. Om uiteindelijk voor de wijk een soort mix te krijgen van wat we gaan realiseren. Maar het warmtenet, als die reservewarmte er komt, dan zal dat denk ik nog steeds voor de Oranjewijk, omdat het een wijk is met huizen uit midden vorige eeuw, hè, tot de jaren 50, 60, 70. Dan zal dat in die wijk nog steeds denk ik de beste oplossing zijn. Goed, in ieder geval de goedkoopste oplossing zijn. Niet iedereen is even teleurgesteld dat Leiderdorp geen miljoenen subsidie krijgt om van de Oranjewijk een van de proeftuin aardgasvrije wijken te maken. Maaike Liem, bewoner van de Oranjewijk en lid van de werkgroep, ziet ook voordelen aan de afwijzing. Vooral omdat er nu extra tijd en rust is om de wijkbewoners beter mee te nemen in het proces van de warmtetransitie. Want anders dan de wethouder vindt zij dat er nog wel wat stappen gezet moeten worden als het gaat om burgerparticipatie. Ze had de afwijzing van de subsidieaanvraag ergens wel zien aankomen. Ik misschien wel. Ik had het gevoel dat er nog een aantal losse eindjes waren. Dat we nog wat vragen niet helemaal goed beantwoord hadden in de aanvraag. Waar ik denk dat andere gemeenten verder waren dan wij als met de Oranjewijk. Dus ik denk dat we gewoon er nog net niet klaar genoeg voor waren. Eigenlijk aanvraag misschien een jaar later gemoeten. Ja, misschien dat we als we met de derde ronde, die waarschijnlijk over een jaar of twee open gaat, dat we dan in de derde ronde meer kans maken. Dat we dat meer tijd hebben om wat meer te proberen, te experimenteren en te leren. En ook op die manier wat meer bewoners mee te krijgen. Want je merkte gewoon dat er toch wel, ook op straat als we het erover hadden, wat onrust was. Ik denk dat het goed is om dat eerst even terug, de rust er weer te krijgen en het positieve gevoel er weer bij te krijgen. En onrust in wat voor zin? Nou, dat mensen nog niet zo goed grip hadden op wat er precies ging gebeuren en of ze daar dus er ook achter konden staan. Het is heel moeilijk om een beslissing te nemen als je nog niet alle informatie hebt. En zeker als het dan gaat over je eigen huis. Kan ik me voorstellen dat best soms ook wat onrust en misschien ook wat weerstand opriep. Dus jij hebt zoiets van, ja, de mensen in de wijk waren er nog niet helemaal klaar voor. De participatie had nog
een paar stappen verder gemoeten. Ja, ik denk dat we daar nog wat meer, dat we daar wat meer kunnen doen. En we zijn nu ook zelf begonnen met een aantal mensen hier in de wijk. Zijn we gaan kijken van, goh, kunnen we onze verwarming nu op 50 graden? Als we die op 50 graden zetten, krijgen we het huis dan warm. Is dat voldoende of niet? Zouden we dus ook een stapje lager kunnen? Dus gewoon door te experimenteren en te proberen, gewoon eens wat meer informatie opdoen en wat meer kennis vergaren. Liem hoopt dat ondanks de afwijzing van de subsidieaanvraag het proces om de Oranjewijk te verduurzamen doorgaat. Nou, ik vind het wel jammer dat het niet doorgaat. Ook omdat nu het geluid wel is van, oh, dan stoppen we nu even met de hele aardgasvrij opgave. Terwijl volgens mij ligt die opgave voor die CO2-reductie er nog steeds. En hebben we nog steeds een aantal stappen met z'n allen te zetten. Dus ik zou heel graag willen dat we er ook gewoon mee doorgaan. Maar misschien dat we dat even op een andere manier of op een ander tempo even moeten doen.